Ja, volgens mij is dit een heel belangrijke vraag. We zitten 2 weken voor de Europese verkiezingen, voor het Europese parlement. En er begint langzaam een soort van campagne van de grond te komen. En ik denk dat de vraag, kunnen we de Europese Unie hervormen, een hele centrale is daarbinnen. Het is een centrale omdat we begin vorige week Lilian Marijnissen met haar Europa-lezing kwam. Een moment dat de SP haar standpunten naar voren bracht over de Europese Unie. En daarin was heel duidelijk het verhaal van we kunnen de Europese Unie hervormen. We hebben referenda nodig over delen van het beleid van de Europese Unie. En het moet mogelijk zijn op bepaalde gebieden zoals een Europees leger of op sociaal-economisch beleid om uitzonderingsposities voor verschillende landen af te dwingen. Volgens mij is dat een fictie om te denken dat de Europese Unie die juist bedoeld is om op sociaal-economisch gebied een soort van race naar beneden te versterken, om die op die basis te hervormen. Maar ik denk dat er ook, misschien nog wel duidelijker werd deze week, dat de discussie ligt over van hoe we als socialisten kijken naar de Europese Unie en of dat op een basis is van klasse of op een nationalistische basis. Want ik neem aan dat jullie ook de discussie hebben gezien over dat filmpje van de SP deze week, waarin Timmermans op de hak werd genomen. Ik bedoel, geen discussie over Timmermans. Ik bedoel, echt een neoliberale, autoritaire PvdA. Iemand die verbonden is met een partij die de afgelopen decennia de publieke voorzieningen heeft afgebroken. En die ook in het, als het gaat over het Europese project aan de frontlinie staat. Als het gaat over het doorvoeren van neoliberaal beleid en het verdedigen van heel erg ondemocratische stappen daarin. Maar dat filmpje van de SP is te walgelijk voor woorden. Het is een nationalistische kritiek op de Europese Unie. Een kritiek die stelt dat het gaat over een tegenstelling tussen Brussel en Nederland. Alsof het in Nederland zo democratisch is. Alsof werkende mensen in Nederland de macht hebben en niet Shell of Unilever. Het gaat daarover. Het gaat helemaal op de persoon Timmermans. Als je kijkt zoiets als van wat zijn het soort van de taarten die Timmermans aan het opeten zijn. Dat zijn dat de taarten van de kernlanden. Het zijn niet de taarten van de democratie van Griekenland die met voeten wordt getreden in het filmpje van de Europese Unie. Terwijl we die ervaring ook hebben gezien de afgelopen jaren. Het gaat ook niet over het autoritaire grensbeleid van de Europese Unie. Dus ik denk dat het een heel erg kwalijk filmpje is. Dat laat zien dat we echt een discussie nodig hebben over hoe we als socialisten ten opzichte van de Europese Unie staan. En die discussie moeten we hebben, niet alleen met de SP, maar ook met andere delen van links, denk ik. Of die veel meer meegaan in het idee van dat de Europese Unie een soort van progressief alternatief is voor het Amerikaanse of Chinese imperialistische blok. En dat we hier de democratie en de mensenrechten respecteren en al dat soort dingen. Ik bedoel, als je kijkt naar partijen zoals GroenLinks of PvdA, die zitten op een lijn dat de Europese Unie daar stappen vooruit betekent. Terwijl ik ook denk dat dat een heel erg naïeve voorstelling van zaken is. En dat de Europese Unie niet in het belang is van werkende mensen. Niet in het belang is van mensen die op zoek zijn naar een beter leven. Dat kunnen we zien aan de grenzen. Dus ik denk dat we die discussie op 2 vlakken te voeren hebben. Wat ik wil doen met mijn inleiding, ik wil eerst kort iets zeggen over de geschiedenis van het Europese project. Omdat ik denk dat dat heel belangrijk is. Van als we het idee hebben van dat we de Europese Unie kunnen hervormen, dan moeten we kijken ook naar het verleden om te kijken van ja, wat zijn de aanleidingen voor om te denken dat we de Europese Unie kunnen hervormen. En tot slot ingaan op een paar van de centrale discussies of ervaringen van de laatste jaren en op wat voor manier we als socialisten onze kritiek op de Europese Unie moeten formuleren. Ik denk een van de populaire misvattingen is dat de Europese Unie een project is van vrede en veiligheid. Zelfs de SP, als je kijkt in het verkiezingsprogramma van de partij, stellen ze van dat de Europese Unie begonnen is als een project van vrede, veiligheid en vooruitgang. Maar dat begin van de Europese Unie in de jaren 80 verkwanseld is. En dat het bedrijfsleven sindsdien de greep op de Europese Unie heeft overgenomen. Dus zover zie je dat dit idee doorcijpelt. Maar ik denk niet dat dit beeld van de Europese Unie in het begin van de Europese Unie strookt met deze opvatting.
Als je kijkt naar waar het Europese project vandaan komt, en in de eerste aanzet was het Europese gemeenschap van kolen en staal, een samenwerking tussen de Benelux-landen, Italië, Duitsland en Frankrijk, dan was dit bedoeld om een soort van industriële productie op elkaar af te stemmen, meer contact tussen die landen te bevorderen. Maar hierbij ging het in de eerste plaats om het vergroten van de interne markt voor de bedrijven in die landen en ervoor te zorgen dat expansie van die bedrijven mogelijk was zonder oorlogen te voeren. Ik bedoel, Europa had net jaren van vernietigende oorlog achter de rug. De bedrijven in de kern van Europa wilden zich kunnen uitbreiden zonder die onderlinge oorlog. Dat is waarom die EGKS nodig was. Dus dat die bedrijven zich konden uitbreiden op een moment ook dat de koloniale bezittingen van die kernlanden onder druk kwamen te staan. En dus ook de afzetmarkten en de grondstoffen die uit de kolonies kwamen onder druk kwamen te staan. Dus er was een extra urgentie om de markten te vergroten voor die grote bedrijven. En in een context ook waarin de Sovjet-Unie tegenover de Verenigde Staten stond. De Verenigde Staten ook afzetmarkten nodig had. En in Europa zelf, links en de communistische bewegingen, best wel sterk uit de Tweede Wereldoorlog waren gekomen. Uit het verzet tegen de nazi's. Dus het was heel erg een belang om economische groei op dat moment te vergroten. En ik denk dat de onderlinge vrede van het Europese project is daarvan een soort van bijproduct van die noodzaak van die grote bedrijven om zich te kunnen uitbreiden. Ik denk dat Europese landen sinds 1948 in heel veel oorlogen zijn verwikkeld. Als het gaat over de brute koloniale oorlogen tot meer recente Irak, Afghanistan. Dat soort landen waar Europese landen een heel centrale rol in hebben gespeeld. Dus dat hele idee van dat de Europese Unie draait om vrede is denk ik een fictie. Het hele idee is juist een soort van een stabiele thuishaven om ook met krachtiger en agressiever op te kunnen treden in de buitenwereld. Als het gaat over de geschiedschrijving van de Europese Unie, denk ik dat er een belangrijk punt wordt gemaakt over de ontwikkeling in de jaren 80. Bijvoorbeeld de SP stelt ook van het belang van de Europese ronde tafel van industriëlen. Dus een soort van samenwerkingsverband dat vanaf begin jaren 80 opkwam. Waar grote multinationals samenkwamen om te denken over hoe kunnen we de belangen van deze bedrijven ook op een Europees niveau beter naar voren laten komen. Ik denk dat het heel erg terecht is dat er aandacht ligt op de manier waarop grote bedrijven in de Europese Unie een heel centrale rol spelen. Als het gaat over lobby en invloed op het beleid. Maar ik denk ook dat het belangrijk is om te zien dat deze macht van deze lobbyclub ook kwam, en de soort van de stappen die ze gezet hebben met het Europese projectperiode kwam nadat de neoliberale aanval in verschillende landen doorgedrukt is. Het kwam nadat Thatcher in staat was de mijnwerkers in Engeland een nederlaag toe te brengen. Het kwam nadat de socialistische kandidaat Mitterrand, die in voor mij 82, 83 gekozen werd op een heel links programma, nadat hij onder druk van kapitaalvlucht en onder druk van het bedrijfsleven bakzeil haalde en ook begon hetzelfde soort van beleid voor te zien. Het kwam ook na in Nederland de Wassenaar en het soort van het akkoord tussen het bedrijfsleven, de staat en de vakbonden. Dus en nadat die strijd en die draai in individuele landen en lidstaten was beslecht in het voordeel van het kapitaal, was dat kapitaal ook in een betere positie om op Europees niveau haar belangen te verdedigen. Wat hier uitkwam, dat hebben we de afgelopen decennia gezien. De stappen die gezet werden richting de euro. Dus in eerste instantie de monetaire unie die werd opgericht, na ook decennia van een soort van koppeling van de muntkoersen en het verdrag van Maastricht dat hier een soort van de aanloop voor was in 92. En ik denk deze stappen over de euro, richting de euro, vrij zelfbewust werden gezet door de heersende klasse vanuit de kern
van de Europese Unie, van wat dat betekende. Als je kijkt naar mensen die betrokken waren bij de onderhandelingen in de totstandkoming van de euro, iemand als Prodi, de christendemocraat uit Italië, die aangaf van we waren ons heel erg bewust van de beperkingen van dat we wel begonnen met een euro, maar dat we nog niet een soort van de politiek-economische samenwerking hadden op dat punt, om dat ook echt te kunnen steunen. Maar het hele zelfvertrouwen van hem was van dat in verloop van de tijd, door ook de crisis, de urgentie zou komen tot meer politieke samenwerking. Dus dat iets is wat, het was een soort van stap naar voren en tegelijkertijd een besef dat door de crisis die daaruit volgen, en dat hebben we denk ik ook heel concreet de afgelopen 10 jaar gezien met de schuldencrisis in de Europese Unie, dat er dan de mechanismes en het beleid wordt opgezet om dat te kunnen ondersteunen. Als je kijkt naar wat de belangen zijn achter de introductie van de euro, denk ik dat het heel belangrijk is om te zien dat dit is een munt die in de eerste plaats in het belang is van de grote bedrijven uit de kern van van de Europese Unie. Dus met name grote bedrijven in Duitsland, mindere mate ook Frankrijk, Nederland. En dat wat de euro voor ze doet, is een grotere markt creëren waarop de bedrijven uit de kern hun producten kunnen afzetten. De euro was een munt die qua waarde lager lag dan die van de Duitse mark. Dus dat betekende dat het voor de export zowel naar de periferie van de Europese Unie als de export naar buiten de Europese Unie voor Duitse bedrijven een hele gunstige positie zou brengen. Dus dat. En dat daarbij gekoppeld, op het moment dat je een gemeenschappelijke munt hebt, dat ook heel erg de concurrentie centraal staat tussen de arbeidskosten in verschillende landen. Dus het zorgt voor een verscherping van de concurrentie. En voor landen in de periferie was het vanaf het begin af aan, en voor de bedrijven daar, heel duidelijk dat de enige manier waarop zij binnen die euro konden blijven is te concurreren op arbeidskosten. En lagere lonen, hardere aanval op pensioenen. Dus je ziet dat de euro daarin ook een versterkend effect heeft om dat soort van beleid door te voeren. Dus je ziet heel erg, de euro heeft heeft de concurrentie tussen de verschillende lidstaten en de arbeidsvoorwaarden in verschillende landen op de spits gedreven. En het hele idee voor die grote bedrijven uit de kern en Duitse bedrijven is dat ook een betere uitgangspositie is om wereldwijd de concurrentie aan te kunnen gaan met de imperialistische blokken van de Verenigde Staten en China. En het is belangrijk om te zien dat dit alleen heeft kunnen gebeuren door ook een hele reeks aan instituties op te bouwen. Instituties die geen enkele democratische verantwoording afleggen, maar die wel dit in stand houden. Kijk naar de Europese Centrale Bank. Die heeft bijvoorbeeld wel een institutionele rol om de inflatie te beperken. Maar als het gaat over werkloosheid bijvoorbeeld, dan is helemaal geen drijvende kracht of een kracht die het beleid bepaalt van wat de Europese Centrale Bank, hoe ze interveneren. Dus de euro is in deze zin een soort van neoliberaal dwangbuis dat vanuit de heersende klasse in de verschillende lidstaten zichzelf hebben opgelegd om die race naar beneden te bespoedigen. En de schoonheid van deze hele constructie is natuurlijk dat op het moment dat er bezuinigd moet worden, of op het moment dat er privatiseringen plaatsvinden, dat soort dingen, dat dan politici uit de kern, of uit landen als Nederland of Rutte of Merkel, of afzonderlijke politici in lidstaten, vervolgens kunnen zeggen van ja, dat moet van Brussel. Als een manier om zichzelf ook van de verantwoording te ontheffen. Terwijl diezelfde partijen natuurlijk zijn geweest die de Europese Unie op die manier hebben vormgegeven. En het is een manier voor hen om zichzelf vrij te pleiten. Maar het is een heel erg dubbel iets, omdat het tegelijkertijd natuurlijk het sentiment voedt dat Brussel het probleem is en de Europese Unie het probleem is. Dus het is een heel erg gevaarlijk spel. Um,
Ja, om daarbij verder te gaan, ik denk dat het voor in de komende periode ook echt de vraag is van op wat voor manier de Europese Unie en de euro voort zullen bestaan. Want ik denk dat wat we nu zien, en mondiaal zien we het met mensen als Trump of Bolsonaro, een soort van de opkomst van economisch nationalisme en extreem rechts, dat zijn krachten die evengoed ook in de Europese Unie in opkomst zijn. Dus dat zijn krachten die ook de Europese Unie onder druk zetten. Het idee dus dat we een Europees imperialistisch blok nodig hebben onder druk zijn. Je ziet dat bij FVD bijvoorbeeld in Nederland ook. Die ook spelen met het idee van Nederland kan beter los van de Europese Unie functioneren. Omdat dat in het belang is van een minderheid op het moment van het Nederlandse bedrijfsleven. Maar het zijn deze krachten die wel de Europese Unie en de eurozone onder druk zetten. En het is heel erg de vraag wat er gebeurt op het moment dat er een verdieping is van de economische crisis. Als op het moment dat de wereldcrisis in een nieuw dal komt, wat dat doet met dit soort van spanningen. Terwijl we al zien dat extreemrechts door de hele Europese Unie in opkomst is. En dus ook het soort van punten als het gaat over het verschil tussen de kern en periferie die de afgelopen decennia alleen maar explicieter is geworden met de euro. Ik zei al iets over dat het voor de kern van de euro landen een manier was om een grotere afzetmarkt te creëren. Maar de periferie is natuurlijk hartstikke hard geraakt. Als je kijkt naar Griekenland, Spanje, Italië, de strijd die daar wordt gevoerd en het soort van bezuinigingen die worden afgedrukt, zet dat heel erg onder druk. Dus het is heel goed denkbaar ook dat we de komende jaren naar een periode komen dat we een meer openlijke discussie krijgen van een soort van misschien twee euro's of een soort van kernlanden en een periferie die misschien wel de euro heeft, maar niks te zeggen heeft over het beleid. Omdat precies het alternatief, namelijk afdrachten van de kern naar de periferie, steeds onbespreekbaarder wordt gezien het nationalistische klimaat waarin we zitten. En het is heel erg tekenend dat ook een partij als de SP in haar campagne de afgelopen weken helemaal niet meer stilstaat bij de positie van werkende mensen in het zuiden van Europa. Goed, dat iets over de soort van de ontwikkeling van de Europese Unie. En ik denk dat als je daarnaar kijkt, het ook al wel een gevoel geeft van wat is het economische belang van de Europese Unie, wat staat er op het spel en ook van op wat voor manier we daarnaar als links naar moeten kijken en of dat ruimte biedt voor hervormingen. De verkiezingen die over 2 weken volgen voor het Europees Parlement zijn daarin denk ik ook tekenen. Ik bedoel, de opkomst is traditioneel heel erg laag. Ik denk dat dat met een reden is ook. Veel mensen snappen ook wel van we hebben in de Europese Unie niet heel veel te zeggen. Als je kijkt naar de belangrijkste organen van de Europese Unie, namelijk de Europese Raad, waar dus de staatshoofden van de verschillende lidstaten samenkomen, en de Europese Commissie, die het soort van het uitvoerende werk doet, maar ook de weg bereidt voor verdere integratie, dan zie je dat die beide onverkozen zijn. Daar hebben we helemaal niks over te zeggen. Het Europees Parlement is een orgaan dat niet eens het recht op initiatief heeft, dus om initiatieven in het Europese parlement naar voren te brengen. Dus dat is, als je het ook vergelijkt met het Nederlands parlement bijvoorbeeld, dat is nog wel een verschil. Ik bedoel niet dat we in Den Haag nou iets te zeggen hebben, maar als je het vergelijkt met Europa is dat nog wel tekenender. Dus dat over de betekenis van die Europese verkiezingen. Dan een paar van de soort van centrale discussies van de afgelopen jaren wil ik even uitlichten. Omdat ik denk dat zijn grotere discussies op links van hoe we relateren aan de Europese Unie. En iets kunnen zeggen ook over wat onze rol in Nederland is. In de eerste plaats wil ik terughalen dat, of ook problematiseren, is dat, of niet begrijpen, dat voor heel veel, met name jongeren ook, de Europese Unie een soort van een progressief project is. Dat zie je bijvoorbeeld ook rond de Brexit-discussie in het Verenigd Koninkrijk. Dat we voor heel veel jongeren, en ook heel begrijpelijk denk ik, op heel erg als je kijkt bijvoorbeeld naar de opkomst van extreem rechts en het nationalisme, of als je kijkt naar de urgentie om maatregelen te nemen rond klimaat,
dan is het heel begrijpelijk dat mensen kijken naar van, oké, we hebben internationale oplossingen nodig. Maar om bijvoorbeeld terug te gaan op het voorbeeld van Brexit, hè, van hoe die discussie daar gelopen is. Ik denk dat wat in die discussie belangrijk is om te zien, is dat in de aanloop naar dat referendum ook delen van links capituleerde op het punt van een kritiek op de Europese Unie formuleren. In het Verenigd Koninkrijk is een langere geschiedenis van verzet, bijvoorbeeld tegen de Common Market en ook op links. Kritiek die mensen als Corbyn traditioneel ook altijd gedeeld hebben. Maar Corbyn met Labour maakte in de aanloop naar het referendum de keus om voor Remain-campagne te voeren. Wat helemaal niet zo vanzelfsprekend was, gezien zijn eerdere standpunten op het punt. Maar voor Corbyn een manier waren, of een soort van compromis was, om leider van de Labour-partij te kunnen worden. En dat heeft er mede voor gezorgd dat de campagne, als het gaat over de Brexit, geleid werd door nationalistisch rechts. Ik bedoel, er was een campagne op links ook die de punten maakte van de EU is een racistisch project, een neoliberaal project, hebben we niks te zoeken. Maar het was een hele kleine campagne. Het dominante geluid binnen de exit-campagne was dat het geluid van de UKIP en meer op een nationalistische basis. Dus dat heeft er ook voor gezorgd dat voor heel veel mensen het verzet tegen de Europese Unie heel erg in rechts, extreem rechts vaarwater is komen te zitten. Maar ik denk dat het daarbij heel belangrijk is dat we wel terughalen dat wat voor heel veel mensen de voedingsbodem is om stelling te nemen tegen de Europese Unie en de voedingsbodem van extreem rechts ook, van de groei van extreem rechts en van nationalisme, ook verankerd is in hetzelfde beleid dat de Europese Unie in veel verschillende landen doorvoert en aanmoedigt. Als het gaat over de flexibilisering van de arbeidsmarkt, als het gaat over privatisering van publieke voorzieningen bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal punten die de sociaal-economische positie van mensen heel hard raken. Die zorgen voor een hele vruchtbare voedingsbodem voor extreem rechts om aan te refereren. Dus ik denk helemaal niet dat het steunen van de Europese Unie een manier is om extreem rechts te bestrijden. Hoe graag Macron dat ook wil. Macron probeert zich bijvoorbeeld ook neer te zetten als een soort van een alternatief voor extreem rechts. Maar hetzelfde beleid dat mensen als Macron doorvoeren en wat het Europese project, als het aan Macron ligt, de komende jaren doorvoert, dat is precies datgene wat extreem rechts verder in de kaart zal spelen. Dan, ik denk een andere belangrijke ervaring van de afgelopen jaren is de ervaring van Griekenland geweest. 6 jaar geleden kwam na meer dan 30 algemene stakingen, kwam de radicaal linkse Syriza aan de macht. Die regeerde samen met een kleine nationalistische partij. En vanaf het begin af aan was hun oriëntatie, we gaan de Europese Unie, we gaan er hard in met de onderhandelingen en we gaan de Europese Unie overtuigen dat het niet in hun belang is om alle schulden te innen, om die bezuinigingen bij ons te eisen. En zij hadden op dat moment, zij hadden een strategie om dus de Europese Unie van binnenuit te hervormen. En het is belangrijk om daar denk ik ook de lessen uit te trekken van en in hoeverre ze daarin geslaagd zijn. Ik denk dat vanaf het begin af aan vanuit de Europese Unie en vanuit de heersende klasse in de kernlanden het heel duidelijk was van we moeten Syriza een kopje kleiner maken. Want op het moment dat Syriza daarin succesvol is, dan is dat een voorbeeld voor andere landen. Dus het is vanaf het begin af aan is ingezet op een keiharde confrontatie. Ze hebben geen millimeter meegegeven. En op die manier de capitulatie van Syriza afgedwongen. Dat is op een hele autoritaire, neoliberale manier gebeurd. Maar dat is precies wat je krijgt op het moment dat je probeert het sociale beleid binnen de Europese Unie voor te staan. Dus met de capitulatie van Syriza is denk ik voor links in heel Europa die vraag meer naar boven gekomen van kunnen we de Europese Unie hervormen? En probeer maar dat overtuigend te brengen naar Syriza. Ik bedoel, Varoufakis doet het nu. Varoufakis, de voormalige minister in Griekenland, die heeft nu het idee om de Europese Unie via het Europees Parlement
te hervormen. Maar niemand in Griekenland neemt dat serieus. Volgens mij staat hij in Duitsland op de lijst. Ik denk dat gaat helemaal nergens naartoe. En ik denk dat wat Griekenland ook laat zien is dat de ongelijkmatigheid in de Europese Unie precies ook voorkomt dat je een soort van linkse, een pan-Europese linkse beweging van onderaf hebt die op hetzelfde moment hartstikke groot wordt. Want wat er gebeurt op het moment dat één iemand of één staat, lidstaat, de Europese Unie confronteert, dan wordt die kapot gemaakt. En dus ik denk dat, kijk bijvoorbeeld naar het falen van, of het soort van de stagnatie van Podemos in de Spaanse staat. Ik denk niet dat dat los te zien is van het falen van Syriza om een geloofwaardig alternatief neer te zetten ten opzichte van de Europese Unie en het soort van illusies dat we dat kunnen hervormen. Ik denk een andere, wat je ziet als het gaat over van het waarom sommige mensen op links ook nog pleiten voor de Europese Unie, is natuurlijk het punt van klimaat. En het gevoel te hebben van dat is zo'n grote, urgente crisis waar we tegenover staan. Daar hebben we internationale oplossingen voor nodig. En ik denk ook, we hebben internationale oplossingen daarvoor nodig. Maar ik denk niet dat die oplossingen per se via de Europese Unie lopen. Ik denk niet dat er in de geschiedenis van de Europese Unie heel veel is om aanleiding te geven dat ze daarin een voortrekkersrol gaan geven of iets dergelijks. Ik bedoel, 10, 15 jaar geleden kwamen ze bijvoorbeeld met het hele idee van de emissiehandel. Dat was echt een soort van groot gepresenteerd plan om CO2-rechten te gaan verhandelen. Nou, hoeveel zijn we daarmee opgeschoten? Er zijn een aantal financiële instellingen die daar heel erg rijk mee zijn geworden. Maar het heeft voor de CO2-uitstoot in Europa helemaal niks betekend. Dus ik denk dat zijn. En ook bijvoorbeeld als je kijkt naar Macron, wat hij nu in Frankrijk doet, is aan de ene kant de dieselprijs verhogen, zogenaamd om het klimaat, en aan de andere kant wel duizenden kilometer spoor afbreken. Dat soort van hypocriet klimaatbeleid kunnen we volgens mij missen als kiespijn, ook op Europees niveau. Goed, dan om af te sluiten. Wat betekent dit voor ons? De analyse dat de Europese Unie een neoliberaal racistisch project is, een imperialistisch project. Ik denk dat wat het niet betekent is dat we achter extreem rechts aan gaan lopen. Op het moment dat in extreem rechts een campagne gaat houden van we hebben een referendum nodig in Nederland of zo, daar blijven we buiten. Ik bedoel, dat hebben we niks bij te winnen. We gaan niet een soort van de cheerleader zijn of een soort van zijwieltje van een nationalistische kritiek op de Europese Unie. Ik denk dat we een socialistische kritiek moeten hebben, maar we moeten ons heel duidelijk afscheiden en zichtbaar het verschil aangeven tussen onze kritiek en de kritiek van extreem rechts. Als het gaat over een paar van de hoofdlijnen waarlangs we denk ik onze positie moeten bepalen over de Europese Unie, is denk ik dat een van de eerste dingen die we moeten zeggen is de belangrijkste vijand is in eigen land. Om met Liebknecht te spreken uit Duitsland. Dat we heel erg helder maken dat in de eerste plaats we staan tegenover mensen als Rutte, als Jette, ook als de FVD, die in Nederland het beleid doorvoeren, die hele korte lijntjes hebben met alle grote multinationals. Ik bedoel, als er iets duidelijk is geworden het afgelopen jaar, als het gaat over de macht van bedrijven als Shell en Unilever in Nederland, dan moeten we daar gewoon snoeihard op zijn en moeten we dus ook echt het verzet gaan bouwen tegen de bezuinigingen, tegen de winstbelasting die telkens verlaagd wordt, al dat soort punten. Dat is denk ik de eerste taak die ons in Nederland te doen staat, is dat we heel serieus de bewegingen tegen Rutte gaan bouwen. Op het moment dat we Rutte wegkrijgen, dan is dat ook iets wat mensen in andere landen ook zelfvertrouwen zal geven om ook hun bewegingen te bouwen. Ik denk daarnaast is dat we heel erg duidelijk als links tegenover het soort van internationale samenwerking van de heersende klasse binnen het Europese project, we moeten als socialisten een internationalisme van onderaf moeten neerplaatsen. Dus dat gaat, wat mij betreft, gaat over solidariteit met arbeidsmigranten. Bijvoorbeeld de Poolse arbeidsmigranten die hier in verschrikkelijke condities werken. Niet door te zeggen van je mag hier niet komen, maar door te zeggen als je hier bent vechten we samen tegen de uitzendbureaus, vechten we samen tegen Rutte. Internationalisme gaat ook over
De onvoorwaardelijke solidariteit met vluchtelingen. Als het gaat over de grenzen van Europa. Dat zijn de meest dodelijke grenzen ter wereld. Tot zover het humane alternatief voor Trump of China. Maar de Europese grenzen zijn dodelijker dan de grenzen van Trump. Tegen deportaties, tegen Frontex, de gemilitariseerde grenzen van Europa. Tot slot ook de solidariteit met de strijd van werkende mensen in andere landen. Ik denk een van de meest inspirerende voorbeelden, denk ik, van de afgelopen decennia, als het gaat over dit soort van grensoverschrijdende solidariteit, dat was op het moment dat de Griekse arbeidersklasse in confrontatie kwam met de Europese Unie. De Griekse regering, de Syriza-regering, gedwongen werd door de bewegingen van onderaf een referendum uit te schrijven. En in de aanloop naar dat referendum door heel Europa solidariteitsprotesten werden georganiseerd met Griekse werkende mensen. Ik denk dat, ik zag beelden bijvoorbeeld van Ierland uit die periode, waar hele grote protesten waren tegen de waterheffingen. Bijvoorbeeld ook een door de Europese Unie versterkt proces van privatisering. Waar op die protesten in Ierland allemaal Griekse vlaggen wapperden. En mensen die meenamen als een soort van teken van verzet. En ik denk dat dit het soort van. De solidariteit was niet groot genoeg om van hele grote betekenis te zijn op dat moment voor de Griekse arbeidersklasse. Maar het geeft kracht en zelfvertrouwen aan die groep dat ze niet alleen staan. En ik denk het laat zien dat op het moment dat Griekse mensen zelf de stap hadden gezet van na dat referendum, in plaats van capitulatie, een escalatie van verzet. En een verzet tegen de regering, maar ook het overnemen van de controle op werkplekken, het overnemen van de controle over de ministeries, van de banken, om zo'n soort van breuk met de Europese Unie en de eurozone af te dwingen. Dat zou een inspiratie zijn geweest voor werkende mensen in andere landen. Dus ik denk dat we dat heel erg centraal moeten zien, dat het gaat over de basis waarop landen en we kunnen breken met de Europese Unie. Op het moment dat dat gebeurt van onderaf, we in een sterkere positie zijn dan op het moment dat dat gebeurt via een door rechts georganiseerd referendum. Dus ik denk dat we de komende week heel duidelijk moeten zijn, in discussie moeten voeren, dat wat ons betreft als socialisten een ander Europa is mogelijk, maar een andere EU is dat niet. En ik denk dat we dat heel erg centraal moeten stellen. Oké, dankjewel Ewout.